YouTube, Ace hier. Welkom bij deze nieuwe video. Dag 7, week 1 is gecomplete, man. Super nice, leuke video's. Ik vind het fucking nice. Want het is altijd in deel december dat ik eigenlijk denk van damn, eigenlijk zou ik dit altijd moeten doen. Elke dag van het jaar door. Want vergeet niet te liken en te subscriben, zodat deze counter naar boven gaat. 600.000 voor 2024 zit er zeker in. Als iedereen gewoon die subknop smasht. Oké. Op de video van gisteren heb ik een leuke comment gekregen op Twitter. Misschien eens uw intellectuele capaciteiten opkrikken in plaats van je spiertjes. Deze comment was zo leuk dat me eigenlijk een idee gegeven heeft voor een video. Ik heb ooit eens een TED-talk gedaan in de Universiteit van Leuven over advertenties en marketing. Want eigenlijk is dat hetgeen waarvan ik het meeste weet, van reclame maken. Dat is mijn inkomstenbron. Het is jammer dat er geen beelden zijn van die TED-talk, maar ik weet wel nog precies wat ik daar gezegd heb. Daarom ga ik jullie vandaag een intellectueel lesje geven over reclame op YouTube. Maar voordat we daaraan beginnen, eerst even een korte geschiedenisles. Voor 2018 was het heel simpel op YouTube. Je had of de groene dollar sign of de rode. De groene betekende dat jouw video gemonetized was en dat je er dus geld mee kon verdienen op YouTube. De rode daarentegen betekende dat je er geen geld mee kon verdienen. En dat kon door meerdere redenen zijn of jij had muziek gebruikt of beelden van iemand anders en dan verdiende zij het geld met jouw video. Of je zat in de rode zone van video's die niet toegelaten waren op YouTube. En voor 2018 was dat eigenlijk niet zoveel. Dat was eigenlijk vooral terroristische dingen of veel bloed en wondes en geweld en zo. Dat mocht allemaal niet. Maar het was niet zoveel. Het was echt het Wilde Westen voor 2018. Het was merendeels groene content, bijna alles werd goedgekeurd. Er waren nog niet zoveel dingen die niet mochten, tenzij dat echt gewelddadig was of er was veel bloed in te zien. Al de rest mocht eigenlijk. Dan had je dus de rode zone met shit die echt niet mocht, maar dat waren echt enkel de extreemste dingen. Je kon dus perfect tegen deze rode lijn aanleunen en dan werd jouw content ook gemonetized. En dat waren de gloriejaren waarin bijvoorbeeld Filthy Frank en Max Mofo eigenlijk de gekste video's maakten en daar geld mee konden verdienen. Zo hadden zij video's waar dat ze alle ingrediënten van het taart opaten, die uitkotste en dan het taart bakte mij een kots. Dat allemaal gefilmd hadden, in beeld hadden gebracht en ik kon daar geld mee verdienen. In 2018 is dit allemaal hard veranderd met de adpocalypse. PewDiePie was toen ook de grootste YouTuber. En hij begon eigenlijk een beetje edgyere content te maken. En begon zelf ook een beetje tegen deze lijn aan te leunen. Wat dus eigenlijk perfect mocht. Maar op een dag is hij een stapje te ver gegaan. Had hij een video gemaakt op Fiverr. Waarin hij geld had betaald aan mensen die dan een dansje deden rond de bord. Waarop stond Kill All Jews. En omdat hij de grootste YouTuber was, is die video overal in de media gekomen. En hebben de adverteerders, die dus reclame inkochten op YouTube, gezegd van holy shit, wij willen dit niet. Wij willen niet dat onze producten gepromoot worden met video's als dit. En YouTube zat in de shit. Want alle adverteerders zeiden, als er niks aangepast wordt, dan gaan we weg. En dan kon YouTube eigenlijk gewoon doodgaan. De adverteerders zijn het enige wat YouTube in stand houdt. Dus ze moesten kiezen tussen leven of dood. Tuurlijk hebben ze voor leven gekozen, want ik zit hier nog steeds video's te maken. Maar wat ze toen gedaan hebben, dat is de adpocalypse. Er is het derde teken toegevoegd. De gele dollar sign, a.k.a. demonetized. En zo werd een redelijk groot deel van de groene zone eigenlijk geel. Wat dus betekende dat je video wel op YouTube mocht, omdat het geen zware overtreding was. Maar er kon geen geld mee verdiend worden, omdat de adverteerders niet op dat soort video's wouden staan. Dat was eigenlijk heel veel shit op YouTube. Pas in 2018 zijn er echt duidelijke regels gekomen. Maar die gele zone is niet het enige wat ze hebben toegevoegd. De rode zone is ook veel groter geworden. De rode zone kreeg nog een heel stuk erbij. Maar wat is het probleem hiervan? Dat deze nieuwe rode zone vroeger gewoon groen was. Dat was die shit waar je perfect op de lijn kon lopen. Dat was nu rood. Dat mocht niet. Dat was de shit die ze niet op hun fucking site wouden. Deze kleine streep heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen hun kanaal verloren zijn. En geen geld meer konden verdienen op hun kanaal. Waaronder ik. Ik ben Acid 1 verloren omdat meer dan 5 video's van mij in deze zone zaten. En toen YouTube deze regel heel snel geïmplementeerd heeft, zijn er 5 video's van mij gestrikt en hebben ze gezegd van kijk, jouw channel kan nooit meer geld verdienen. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk gewoon van dag op dag de kans verloren om geld te verdienen met mijn YouTube channel. Iedereen die in je gele zone zat, had geen probleem. Die hebben hun content gewoon een beetje moeten aanpassen en konden dan perfect naar hier. Maar ik zat in deze nieuwe rode zone en ik ben mijn kanaal verloren. Toen heb ik dit kanaal gemaakt en heb ik me een beetje meer aan de regels gehouden, waardoor dat ik nu eigenlijk gewoon perfect op deze lijn zit en ik loop eigenlijk een beetje tegen de gele lijn aan, waardoor sommige video's van mij nu gaan
demonetized zijn, maar dat is geen probleem. En dat is de geschiedenis van de adpocalypse, hoe daar nu eigenlijk 3 zones zijn. De groene betekent dat je geld mag verdienen. De gele betekent dat je video eigenlijk geen regels breekt, maar daar gewoon niet geadverteerd wordt op je video. En de rode zone is zo van fuck you op Tifo. En je hebt ook maar 3 levens. Als je 3 keer in de rode zone zit, is je channel gone. 1 keer in de rode zone is 1 week niet uploaden. 2 keer in de rode zone, 2 weken niet uploaden. 3 keer in de rode zone, channel weg. En dat brengt me bij CPM. CPM betekent kost per mil. Dat is hoeveel adverteerders jou betalen per 1000 views op jouw channel. Dat is een heel variabel getal. Dat getal verandert elke dag, elke maand. Het is altijd meer of minder. Het hangt af van een aantal factoren. En die ga ik nu proberen uit te leggen aan jullie. Want op YouTube is er iets heel grappig. Ik heb hier alle maanden gezet. En als we dan beginnen in januari, dan is de CPM meestal het allerlaagste van het hele jaar. Dan gaat het een beetje naar boven en in juni pak je eigenlijk een kleine piek en dan stagneert die lijn eigenlijk een beetje tot oktober. En dan vanaf oktober gaat die omhoog en in november nog. En in december gaat die nog veel meer omhoog en dan zakt die weer volledig naar januari en dan herhaalt dit zich elke keer. Het puntje bij december, haha, daily december. Dat is omdat het eindjaar is en kerstmis en de adverteerders zetten dan superveel geld in Google en YouTube omdat ze jullie allemaal willen brainwashen om hun dingen te kopen voor kerstmis. En daardoor is de CPM in december het allerhoogste. Er zijn superveel bedrijven die allemaal advertenties willen kopen, dus de advertentiekosten per 1000 views liggen hoger. In januari is die piek van december eigenlijk niet meer nodig, dus er zijn minder adverteerders, dus de prijs wordt super laag. Maar in corona is er iets super gek gebeurd. In corona zat iedereen thuis. Iedereen zat thuis op zijn computer, naar YouTube, naar Twitch te kijken. Iedereen zat constant op Google. Wat dus betekende, en dit is mental. We gaan de coronalijn even tekenen in het rood. De eerste lockdown was in maart. En de CPM in maart was toen even hoog als dat normaal in december was. En vanaf daar is hij eigenlijk alleen maar gestegen. En is hij hier ergens gestagneerd. En dan in december was er nog een veel hogere piek. Dat was insane. Dat was echt niet normaal. In corona, iedereen zat in de shit, maar iedereen die video's maakte, what the fuck. Ineens was maart, december. En april was nog veel hoger dan december. En mei was nog veel hoger. Want het steeg sowieso al richting juni, maar dan ineens zat je nog hoger. En toen hebben bedrijven voor some reason doorgehad dat heel goed werkt om te adverteren op YouTube. Waardoor er nu een hele nieuwe curve is. De CPM nu ligt veel hoger dan dat die was voor corona. Bedrijven hebben door dat gewoon werkt. En door corona is de gemiddelde CPM gewoon veel hoger geworden. Crazy. Nu, er is dit jaar iets heel gek gebeurd. Mijn beste CPM maand in 2023 was juni. Mijn CPM was veel hoger dan dat die nu is in december. Juni was de maand waarin ik mijn reuzegom video had geüpload. Er kwam superveel in de media, in de krant, er was superveel aandacht op mij. Waardoor ik een paar sponsors ben verloren. Ik ging een samenwerking aangaan met een merk uit Engeland. Die hebben gewoon gezegd tegen mij van, check, we willen niet meer samenwerken met jou omdat je nu legal stuff hebt. Omdat je naar de rechtbank moet en zo en wij willen daar helemaal niks mee te maken hebben. Dus in C heeft al die media-aandacht mij niet goed gedaan en ik ben shit verloren. Maar toch was het mijn beste CPM-maand van het jaar. Maar ik kon niet uploaden. Want mijn reuzegom-video zat in de rode zone. Dus ik had een strijk gekregen. Dus ik mocht 1 week niet uploaden op YouTube. De eerste 7 dagen van juni kon ik geen 1 video uploaden. Want ze kopen ze niet specifiek in op een video. Ze kopen ze in op mijn kanaal. En dat is het toch gedaan. En daarom was juni zo insane. Maar ik kon niet uploaden. Dus ik heb er geen gebruik van kunnen maken. Het enige wat ik overgehouden heb aan alles in juni was, hey Nathan, unfortunately, I'm not sure if we can move forward at this point with the collaboration or internal compliance team flagged the following. They are concerned as this is still ongoing with the court coming up. Can you come on this. En dan hebben ze gewoon een heel Engels bericht gestuurd over mij. Ik heb erop gereageerd. En ze hebben nooit meer een bericht teruggestuurd naar mij. Nu, dat boeit mij niet zoveel. Dat, dames en heren, is waarom Daily December is. En eigenlijk doorheen de jaren is Daily December alleen maar beter geworden, want mijn kanaal is blijven groeien en er kwamen heel tijd meer adverteerders bij. En nu zitten we hier, te grinden. En daarom vind ik YouTube zo nice. Ik ben niet zo'n influencer op Instagram die campagnes moet aangaan omdat ik anders geen inkomen heb. En als ik een campagne binnenkrijg dat ik niet wil doen, dan moet ik hem niet doen, want ik heb nog steeds mijn YouTube-inkomsten om op terug te leunen. Dat zijn jullie. Dank u wel. Hou van jullie. All the love, all the fucking power. Ik hoop dat dit interessant was. We hebben een paar subjes bijgekregen tijdens het opnemen van deze video. Dat is super nice. Vergeet niet te subben en te liken. Ik hoop dat jullie dit interessant vonden. All the love, all the fucking power. En tot de volgende keer. Jojo! He took the bomb.